motoraam mooi in de verf. Het dek zit er ook inmiddels helemaal in.
iets over het water heen, hè? Ja, hij gaat echt hard op. Heb je hem gekocht of heb je het van jou alleen? Nou, hij is van hem. Ja. We hebben het onderstel hebben gekocht. En vervolgens alles wat er bovenop zit hebben we zelf gemaakt. Okay. Zelfs de trailer hebben we zelf gemaakt. Het is echt voor op het strand, die trailer. Ja. Ik ben al een paar keer op zee geweest ook mee. Maar eigenlijk steeds met de ene keer goede resultaten, de andere keer slechte. Ja. En zo komen we toch steeds weer beter bij het doel. Ja, bij het doel, ja. Buiten erop? Nee hoor, op het strand. We hebben een grote trekker. Ja. Vierwiel. En in Egmond. Oh, Brandstof weten in Engeland. Nee. Nou, is al wat lusten, denk ik. Het valt heel erg mee. Ja? Ja, het is beter dan benzine. Oh. Ja, dat is ook echt. Nee, het valt echt heel erg mee. Ik dacht 23 liter per uur. Oh, dus dat is ook mee. En dat is dan als je dus 3000 toeren vaart, zo'n beetje. Draai je bijna vol? Nee, 4,5 is vol, maar dat mag je niet hebben, die motor. Dus je vaart eigenlijk op 3500 toeren vaart, zo'n beetje. Ja. Maar dan zit je wel op maximale last. Dus wat is voor jou, Rob, bijbootje? Dankjewel. En de motor erin zit deze.